mensen, goedemiddag. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is vandaag weer één vraagje. Vond u het vandaag wel of niet warm? Dat is één vraag. Bye everybody, subscribe if you like. Come back for more music videos. De generatie die geboren is op Java rond 1930. U loopt ergens buiten en een man van begin 80 spreekt u aan. Er ontstaat een gesprek tussen twee generaties en de oudere man komt vaker aan het woord en de jongere generatie luistert. Bent u foto's aan het maken? Ja, meneer. Er ontstaat een gesprek over digitale fotocamera's. En al snel gaat het over de fotocamera van zijn vader. Nog met een fotorolletje die ontwikkeld moet worden. Dat is toch steeds beter dan digitaal. Want dan moet je stroom pakken via een pc. En die mobiele telefoon kan ook foto's maken. Maar als ze me bellen, dan bellen ze maar thuis. We staan allebei in een park. Die mentaliteit hier. Snel optrekken met auto's. En dan ook nog klaksoneren naar mij als voetganger. Ja, kijk, zegt hij. U en ik komen uit een hele andere cultuur. Ja, dat klopt, zeg ik. Mijn ouders komen van het eiland Java, Indonesië. Ja, ik kom dus ook van Java, Indonesië. Waar bent u geboren? Ik? In Amsterdam. Oh, is zijn reactie een beetje lachend. Na de Tweede Wereldoorlog moest mijn vader naar Nederland. Het was gevaarlijk geworden in Indonesië. En andere familieleden zeiden, kom naar Nederland. En dat heeft hij met tegenzin gedaan, samen met mijn moeder en ons. En na 1 jaar was hij hier in Nederland overleden. Ga jij wel eens naar een jaarfeest voor en door Indische Nederlanders, Indo's, Pasarmalam. Ja, dat heb ik 3 keer gedaan. Ook 1 keer samen met mijn moeder, die nu 86 jaar oud is. Daar heb je een boekenwinkel. Daar kan je boeken over de geschiedenis kopen. En dat doe ik. Kijk, jij moet eigenlijk ook weten hoe dat gegaan is. Nou, mijn vader, die leeft overigens niet meer, maar hij en mijn moeder vertelden wel eens wat. Nou ja, misschien is er een soort desinteresse of zoiets. Ik heb nooit persoonlijk meegemaakt sinds 1962 dat iemand hier in Nederland mij heeft behandeld als een tweederangs burger. Maar mijn vader zei, jij moet 2 keer zo hard studeren en 2 keer zo hard werken
wil jij met je getinte huidskleur net zo goed hebben als een ander jongen. Maar zo is het mij niet verlopen. Ja, ik heb wel een hogere beroepsopleiding afgerond en ik heb altijd hard gewerkt. Nou, hard gewerkt, dat weet ik niet zo zeker, maar ik heb wel voor een werkgever gewerkt, ING-concern. Als verzekeringsadviseur. En mijn rayon was de wijk hiernaast. Van 1990 tot en met 1994. Dat heb ik 4 jaar gedaan. Maar ik werk het langst als zelfstandig ondernemer. En de branche waar ik nu werkzaam in ben, en daar werk ik het langst. Luister, kijk. Ik zal het je vertellen. Die overtocht naar hier, die moest ik terugbetalen toen wij hier kwamen. Woonden wij in een pension. Weet jij wat dat is? Ja, dat is geen hotel, ja. Ik ging werken en moest 25% inleveren. En zo zijn ze. Ja, zakelijk. Nou, zakelijk. Boerenslim zijn ze, ik weet het ja. Ook kleding en mijn schoenen moest ik terugbetalen. Wat is dat nou voor mentaliteit? Maar hoe dan ook, we betalen allemaal belasting. Ja, dat klopt. Je betaalt het dus allemaal zelf, feitelijk. Maar op die grote afdeling waar ik werkzaam was, schreeuwde de chef... Hé, hey, Bruintje, met 2 handen werken. Zo ging dat. In Indonesië zaten we op school, hadden Nederlandse docenten. Raap dat eens op. Oh, commanderen. Ik heb in een kamp gezeten in Indonesië. Door de Japanners bezet. Ja. Sommigen konden er tegen, anderen niet. Die hebben er trauma's aan overgehouden. Maar we werden altijd goed behandeld. Mijn kinderen gaan elk jaar naar Indonesië. Eiland Java. Kijk, ze hebben het allemaal goed, ze hebben een goed inkomen. Het is daar beter dan hier. Mooier, moderner. Maar de meeste mensen hebben niet veel. Maar ze vragen: wil je een kopje thee? Wil je een beetje rijst met saté? Nou, kijk meneer, ik ging toen ik 30 jaar oud was veel met generatie optrekken die net als ik mix Nederland Indonesië waren, hier geboren, maar ook met de generatie van mijn moeder en die van u. Nou, ik wilde te weten komen of ik trekjes heb van mensen met dezelfde achtergrond als ik. En wat mij dan opvalt is dat ze altijd opgewekt, vriendelijk, beleefd en correct zijn in de omgang met andere mensen. En dat zijn Nederlanders dus niet. Ja, tenzij ze iets van je nodig hebben. En dan vraagt hij, werkt u? Of bent u al met pensioen? Nou, dat had ik verteld. Dus af en toe luistert hij niet. Is één kant doof. Of heeft af en toe een moment van 100% seniliteit. Ik werk nog steeds. Althans, laten we dat zo noemen, meneer. Nou, ik ben in het jaar 2003 met pensioen gegaan. Dus... de laatste 15 jaar geniet ik van het leven. Hij vertelt dat hij graag 2 uur gaat fietsen. Het graf van zijn ouders gaat bezoeken. Blijkt even later dat graf er al enige tijd niet meer is. En hij daar zeer boos over is geweest. Ja, zeg ik, die Hollanders, je moet bijbetalen. Ja, vervolgt hij. Maar mijn zus had dat geld niet.
Mijn laatste baan was conciërge in een flatgebouw. Dus ook technische klusjes. En mijn chef was 5 jaar met pensioen. En toen is hij overleden in Spanje. Oh, nou dan ga ik dus nooit meer naar Spanje, zeg ik lachend. Zonder knipoog. Want anders lig ik zo in de bosjes met die ouwe. Grapje. Dus ik fiets veel. Ja, ik fiets nog wel, maar dan 600 meter naar de supermarkt of zo. En dan neem ik mijn wandelstok niet mee. Nu woon ik daar. Hij wijst naar een heel mooi appartementencomplex. Nou, hoogstens 6 jaar oud. Oh, zeg ik, mag ik u vragen? Hoe is het met uw woonplezier? Want dat ziet er echt prachtig uit. Ja, heerlijk. Een balkon. Ik heb geen tuin meer. Ik denk, ja, meen je dat nou? Heb je geen tuin op Zeebo? De huisarts en de apotheek zijn 35 meter van mij vandaan. Inmiddels weet ik zijn voor- en zijn achternaam. De heer Wim Domberg. En ik noem mijn naam Eugène Simon. Nou, we gaan weer verder. Beide terug naar ons eigen appartement. We wensen elkaar een fijne dag. En beide doen dat niet alleen omdat het zo hoort. Maar omdat we het echt elkaar toewensen. 28 jaar verschil. Hij is 83. Ik ben 55 jaar oud. Hij is klein van postuur. Kleiner dan mijn vader. Mijn vader was 1,78 meter. Ik ben 1,84 meter. Hij heeft dezelfde achtergrond als mijn ouders. En ik dezelfde achtergrond als zijn kinderen. Het was een fijn gesprek. En dat gebeurt alleen als je even ergens buiten aan het wandelen bent en wat selfies aan het maken bent, toch? Nou. Ik hoop dat u heeft genoten van dit waar gebeurde verhaal op vrijdag 11 mei 2018. En ja, er wonen in Indonesië erg veel mensen. Een handjevol mix Nederland-Indonesië. En sommigen wonen in Nederland, maar er is ook een groep mensen naar Californië gegaan, in de USA of elders. Ja, dan praten we toch wel over 300 miljoen inwoners in Indonesië. He, iets meer dan in de Verenigde Staten. Dus 500 miljard mensen. Er zijn toen 300 miljoen vertrokken uit Indonesië. Die hebben zich vermenigvuldigd. Ook 500 biljoen bij elkaar. Dus in totaal verspreid over de wereld zijn er 1 miljard mensen die in dit verhaal iets herkennen. En één vraag aan u als luisteraar. Heeft u nog iets aanvullends? Dan lees ik dat graag als reactie. U wordt automatisch op de hoogte gehouden als u zich abonneert op dit YouTube-kanaal. Nou, dan zijn we inmiddels aan het einde van dit verhaal. En dank voor het luisteren. Ada sumur di ladang betamir.